Hey, welkom bij deze bonusvideo. Het is een bonusvideo met opnieuw de beautybox. Ik krijg dus elke maand de beautybox aan. En de beautybox is een box met daarin allemaal leuke hebben dingetjes van make-up en verzorging dingetjes. En ik ben alweer heel erg benieuwd wat er deze maand allemaal in zit. Dat is elke maand een verrassing. Vind ik zo toch wel zo spannend. Een beetje zo cadeautjes in een box. Wat zou erin zitten? Als ik hem openmaak, zie ik allereerst een flyertje. Op het flyertje kan je eigenlijk alle producten terugvinden die in de box zitten. Dus als ik dit openmaak, zie ik een beetje van alles zitten. De After Spa, dat is een Magic Makeup Remover. Dat is iets dat je moet het gewoon in het water nat maken en je kan heel erg goed je make-up ermee reinigen. Je kan zelfs ook nog eens waterproof make-up ermee afdoen. Dat is echt wel heel handig dan natuurlijk. En ik kan het meer dan 1000 keer daarna uitwassen. Dus je kan hem elke keer gewoon opnieuw blijven gebruiken. En de aankoopprijs is €5,95. En die zit dus nu gewoon mee in de beautybox. Het tweede product dat ik hier zie is de Intensive Hand Treatment. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dat is van Orange Care. En dat is iets soort van handschoentjes. En je moet die aan je handen doen voor gemiddeld een 20-tal minuten. En dan daarna heb je echt je handen super goed gevoed en heb je heel erg zachte, verzorgde handen. Dus dat vind ik ook wel leuk. Maar ik heb momenteel zelf een wondje aan mijn hand, dus mij lijkt het niet zo echt geschikt om het nu uit te testen. Maar ik ga het wel over een paar dagen zeker wat ik hier uit testen. Dit vind ik wel iets heel erg tof. Dit is ook van eigenlijk hetzelfde merk als daarnet, de handen treatment. Maar dit is dus van opnieuw Orange Care. Het is een exfoliant foot treatment. Dus dat is iets voor de voeten. Het zijn een soort van sokjes en je moet ze 90 minuten lang aan je voeten dragen. En dan daarna heb je heel erg verzorgde voeten. En ze zorgen er ook nog voor dat dus alle droge huid loskomt en er gewoon van afvalt binnen de week. Dus trouwens ook nog wel belangrijk om te weten, de waarde van het handtreatment dingetje is €8,90. En de waarde van de intensive foot treatment is €10,50. Truffle Cosmetics, dat is dus dit doosje. En dat is een liquid glow. En ik ga even kijken wat dat doet. Het is, oh, dat is kei schattig. Er zit een heel schattig tubetje in. En het tubetje is, het lijkt een beetje op een ijsje, vind ik. Heel lief. Ik ruik altijd eerst een dingetje. En het ruikt zo naar bubblegum. Testen. Oh ja. Je moet slechts zo een klein druppeltje op je vingertop nemen. En dan kan je daarmee eigenlijk je zorgen. Je kan eigenlijk zelf je gezicht een glow geven. Ik ga even testen. Het ruikt echt heerlijk. Ja, ik gebruik dus eventjes nu de camera om het aan te brengen. Ik heb hier nergens een spiegel. Ik weet niet of jullie heel veel verschil zien, maar ik zie wel vooral op mijn neus zo dat hier zo nu een glow is. Zo. Ja, mijn wangen ook zo wel. Het ziet er wel heel fris uit. Dit heeft trouwens een waarde van €23,95. Hier zit ook nog een Peony Shadow Trio in. Even kijken, dat denk ik ook schaduw zijn. Oh ja, het zijn hele mooie kleurtjes. Perfect om een smoky eyes trouwens mee te doen. Kijk, mooie kleurtjes hè. Er is ook nog een heel klein spieltje bij, dat is ook wel handig. Voor als je je handtas kan stoppen, dit is ook iets heel erg compact. Heel klein, compact. En dit heeft een waarde van €18. Dan het laatste productje in de beautybox is een Hydra Active Day Cream. Ja, nu heb ik natuurlijk al make-up aan, dus kan ik natuurlijk geen dagcreme gaan uittesten. Hij ruikt ook wel weer heel lekker. En heeft een waarde van €12,50. Deze box heeft dus een waarde van €79,50. En normaal gezien zit er in een beautybox 5 productjes in. Maar omdat het deze maand een take-care maand is, om je toch heel erg goed te verzorgen na die heel erg drukke feestdagen. Je hebt heel erg veel gegeten, je hebt heel weinig geslapen. Misschien heb je ook wel nog een beetje nog te veel alcohol gedronken. Dus daarom take-care, verzorg jezelf goed. Daarmee heel goed om je make-up af te doen. Heel goed om je gezicht mee te voeden. Dus de day cream. Heel goed om je een hele mooie shining look terug te geven. De eyeshadow is perfect
om opnieuw te shinen, om je goed verzorgd er te laten uitzien. Ik ga nu nog heel eventjes dit uittesten. Ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk, dus het voor tussen voeten. Ik denk eigenlijk wel veel te weinig aan mijn voeten. Zeker nu met onze zaakzak heel erg op mijn voeten natuurlijk. En ja, mijn voeten zijn wel een beetje droog, minder goed verzorgd misschien. Ik denk dat ik dit toch een keertje ga uittesten. Als ik dus het pakje open, zit daar zo een hele grote lap in precies. Maar dat zijn eigenlijk twee schoentjes. Die moet je gewoon aan elkaar trekken. Zo. Dan heb ik eigenlijk dus zo één schoentje. Die ga ik dan nu aan mijn eerste voet aan staan. Er zit zo een heel slijmerig, jelly-achtig iets in. Dan heb ik zo precies een zakje aan mijn voet. Kijk, het eerste schoentje is dus aan. Die kan ik dus ook toeplakken. Zo, dan zit die goed aan mijn voet. Het andere schoentje ga ik ook even openknippen. Dat ruikt echt zo, zo heerlijk. Nu voel ik eigenlijk gewoon twee plastic zakjes aan mijn voeten. Met dan daarin een soort van, ja, gel. Maar het is ook een beetje koud. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het voelt heel erg bijzonder in ieder geval. En ik vind het ook wel aangenaam voelen. Dus nu moet ik zo van deze manier, met gewoon deze sokjes aan mijn voeten, maar gewoon 90 minuutjes blijven zitten en ontspannen. Als je het een leuk filmpje vond, doe dan zeker als de duimpjes omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren. En heel graag tot de volgende video. Als je graag wilt zien hoe dat deze schoentjes effectief hebben gewerkt, dan kan je het zien in onze vlog over een paar dagen. Dag! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.